Toezegging president Santokki. Elke Suriname een aandeel olie-royalties van $750. Presidentietoespraak. Herstelplan voor Suriname, bauxiet, olie en diversificatie centraal. En Frans-Guyana voert strenge grenscontroles uit met operatie Atipa. Goeiedag. Dit is Regionist TV Suriname van 26 november 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Tijdens de viering van 49 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft president Jan Santokki een baanbrekend besluit genomen. Hij kondigde aan dat elke Surinamer een aandeel van $750 in toekomstige olie-royalties ontvangt met een rente van 7%. En dit besluit is een direct gevolg van de positieve investering die is gedaan door Total Energies en Vincent Wortels in de Surinaamse grondwet. Artikel 41 stelt dat natuurlijke hulpbronnen toebehoren aan de natie en moeten bijdragen aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling. We willen de positieve impact van de olie-industrie vertalen naar concrete kansen voor onze bevolking, aldus Santokki. Hij benadrukte dat het instrument specifiek is ontworpen om ondernemers en jongeren mogelijkheden te bieden via gerichte opleidingen en trainingen. Na raadpleging van financiële experts is een model ontwikkeld dat tegemoetkomt aan zorgen uit de samenleving, met name van gepensioneerden die vrezen niet te zullen profiteren van de olie-economie. En dit aandeel is een beloning voor de inspanningen tijdens onze macro-economische stabilisatie, stelde de president. Het maakt de bevolking feitelijk mede-eigenaar van Surinamers natuurlijke rijkdommen. President Jan Santokki heeft in zijn residentietoespraak een veelomvattend plan gepresenteerd voor de wederopbouw van Suriname. Centraal in de toekomstvisie staan de ontwikkeling van de bauxietindustrie, een innovatief royalty-verdelingsplan en economische diversificatie. De president kondigde een cruciaal memorandum of understanding aan met een groot Zuidoosters-Aziatisch bedrijf voor bauxietwinning in het Bakhuisgebied. En dit project belooft 5000 nieuwe banen te creëren en de economische bedrijvigheid in West-Suriname een impuls te geven. Ik beloofde het Surinaamse volk om het land weer op te bouwen, ondanks de uitdagingen, zei Santokki. Hij wees op het nieuwe financiële instrument Royalties voor Iedereen, dat elke Surinamer een direct aandeel geeft in toekomstige olieinkomsten. Economische diversificatie vormt een kernstrategie. Naast olie en bauxiet richt de regering zich op landbouw en visserij met investeringen in moderne technologieën om de voedselzekerheid te verbeteren. En ook veiligheid en sociale voorzieningen krijgen nadrukkelijk aandacht. Met het aanstaande 50-jarig onafhankelijkheidsjubileum in het verschiet streeft Suriname naar beleidsmatige continuïteit en duurzame economische groei. Wij moeten ervoor zorgen dat we net als andere landen vooruit gaan, aldus de president. En opvallend is ook de aandacht voor het milieu. Suriname behoudt zijn status als een van de weinige koolstofnegatieve landen ter wereld, terwijl de regering inzet op versterking van de maatschappelijke voorzieningen. De Franse autoriteiten hebben een grootschalige handhavingsoperatie gestart om illegale migratiestromen en smokkel langs de Marouëne-rivier te bestrijden. Operatie Atipa, die op 13 november begon, betreft een intensieve samenwerking tussen verschillende politiediensten, inclusief de Surinaamse militaire politie. En uit gegevens van de Police Nationale de la Guyane blijkt dat er in de periode van 18 tot 24 november maar liefst 1812 personen werden gecontroleerd. En van hen werden er 1326 op de rivier tegengehouden en teruggestuurd. Bovendien werden 6 gezochte personen aangehouden en 4 illegale verblijvers gearresteerd. De operatie leverde ook aanzienlijke inbeslagnames op, waaronder 100 liter brandstof, 600 eieren, 26 kilo muggenspiralen, 10 liter insecticide, 100 pakjes brood en 400 kilogram levensmiddelen. De Franse autoriteiten benadrukken dat deze intensieve controles cruciaal zijn voor de grensveiligheid en het tegengaan van illegale activiteiten.
Operatie Atipa toont de gezamenlijke inzet van Suriname en Frans-Guyana om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. En de operatie, geleid door de grenspolitie van Saint-Laurent-du-Maroni en ondersteund door de gendarmerie, douane en gemeentelijke politie, geeft een duidelijk signaal af. Illegaal grensverkeer wordt niet getolereerd. En tot zover ons dagjournaal. Heeft u nieuws te melden? Mail dat aan onze redactie. Dat kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. Maar het kan ook via WhatsApp nummer 31 6 19 70 25 10. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.